laat. Het is 7:30. Het is blauw en de bel gaat. Wie zou er hier zijn? Oh, ik ben benieuwd. Ik weet het. Ja. Oh, hij weet het, zeg dan. Hallo televisie, mogen we even hallo, kom binnen. Ik hoor u al. Wat doe je eigenlijk van ver? Ja. Nee, wat jij dan denk ik. Ja. Heeft de tover gekregen. Ja, echt. Ik hoor het echt. Aan. Ik heb hoesten. Ik was niet aan het hoesten hoor. Ik heb geen hoesten. Nee, jij hoesten. Ja. Oh, ik hoor het echt. Ik ben al juist verkeerd gebeld. Ik ben druk, maar niet goed. Ah, ja, dat werkt soms. Kom binnen. Fijn dat jullie er zijn. Ja, wij gaan samen koken. Ja. Jolien en ik en de mannen gaan toekijken. Wij gaan toekijken. We zijn toeschouwers van de cookshow. Echt waar. Allee, vooral Jolien gaat koken. Ja. Maar ik ga kijken hoe ze dan. Is goed, en helpen. Ik ben sous-chef. We gaan lekkere tacos maken. Kijk er naar uit. Ja. Oké, eerst gaan we scrollen. Ja. Mannetjes, op een gezellige avond. In de ogen kijken, hè? Ja. Op ons. In de ogen kijken. Allemaal. Hallo. Onze chef-kok Jolien. Hier. Jij was wel sous-chef, hè? Dus. Ja, ik heb niks gedaan, eigenlijk echt niet. Kijk. Calvin zit over. Onderbreek mij eens niet, hè? Oké? Okay? Ja, sorry. Nee, jij mocht dat, jij mocht dat. Applausje voor de chef-kok. Applausje. Dank u, dank u. Oké, we zijn op een nachtelijke wandeltocht vertrokken. Want zoals jullie weten is hier een Rungst, een geocache die Sam en ik niet kunnen vinden. En wij gaan ook eens een poging wagen. Ik dacht nu dat ze hier waren, moeten ze even helpen en hopelijk vinden we ze. Ja, toch wel, ja, het is hier zo achterin in een park. Nu nog, nu op vrij licht, maar nu kijk, nu wordt het al direct naar donker. Echt, hier ik heb ook naar de telefoon donker. Weg en het loopt helemaal in het donker. Ja, hier is het best wel eng s'avonds, vind ik. Ja, toch wel een beetje. Hier is, het, hier is dat bankje. Is het dan een bankje? Ja. Ja, ik denk dat. Ja, ik denk dat. Ik weet niet. Oké, we zijn aan het zoeken. Maar we vinden het niet, hè? Nog niet. Maar het is ook wel extra donker. Dus dat is nog moeilijker. Merci. Eens kijken. Oh, magneetje. Hij is gevonden, hè. Jolien heeft hem gevonden. Ik vond hem en Sam doet alsof hij hem vindt. Ja. Ineens echt zo uit het niks. Hij is echt wel mini, hè. Kijk. Oh, maar jongens. En waar zat hier hij? Hier onderaan de bank. Hier in een gaatje. Magneetje. En welk gaatje? Zo hong die. Kijk, waar ik omgekeerd. Oh my god. Zo. Oh, dat had ik echt nooit gevonden. Wauw, goed maar gedaan. Mysterie opgelost. Ja. Oh. Ik heb gewoon een magneetje erin gestopt. Ja, oh, dat zit daar los in. Echt, hè? Dat is al de zoveelste keer dat ik ja zeg. Hè. Ja, ik loopt alles. Ben. Ja. Ja, ik heb hem. Ja. Maar, heb ik ben hem echt eruit? Ja, ik heb hem eruit. Een bij. Ja, oh. Ik ben een goede geocacher. Ah, goed zo. Een goede geocacher. Wacht, ik heb wel ergens anders zitten, want het raakt heel vies. Ja, hier is wel. Kijk. Kijk, zo klein. Ai, dat is klein. Ja. Oh. Hey! Is het leuk? Ander valtje weg. Is het leuk? Ja, ja. Is het leuk met Jolien? Ja. Milky heeft een nieuwe vriendin. Hè, Milky? Ja. Is ook gek, die gaat altijd bij vrouwen, maar nooit bij mannen bijna. Ja. Hè, Milky? Ja. Hij heeft ook zo slecht vertrouwen. Slim, hè? Ja. Slimme jongen, hè? Ja. Blauwtjes. Yes. Oké, ze gaan ons verlaten. Ja. Ja. Spijtig. We moeten terug naar de mooie camper. We gaan het hartje van de camper gaan. Ja. Ja. En dan gaan jullie 10 dagen naar Griekenland. Ja, maar nu nog niet, hè? Morgen ja, nee, niet. Nee, morgen niet. Een paar dagen voordat we... Kunnen maandag. Dus 3 dagen. Ja. Ja. Dus, maar ja, toch. Dan gaan we jullie keilang niet zien. Bij jullie ook. Oh. Ik ga een zakdoekje moeten boven. Ja. Oh. Maar we zullen, we zullen sowieso foto's sturen. Ja. En jullie moeten foto's sturen van de mooie. Ja. Ja.
kan ons volgen op Instagram. Hè. Vorige keer hebben jullie ons eigenlijk jaloers gemaakt toen jullie in Italië waren. En nu kunnen wij jullie terug jaloers maken nu wij in Griekenland zijn. Ik ben wel echt jaloers. Ja. Dat gaat wel chic zijn. Maar het is ook wel leuk om die vakantievlogjes te kijken. Ja, het is heel leuk om naar je Vespa-trip te kijken. Dat gaan wij ook wel hebben. Dan zijn je ook zo'n beetje op vakantie. Ja. Jullie mogen mee in onze vlog gaan. Ja, wij zorgen dat jullie ook een plekje krijgen op het vliegtuig, in de hotelkamer. Ik zal zo af en toe zo foto tonen. Kijk, Thalissa, die zijn er ook. Maak ons zo mee bij je foto. We gaan naar een hotel waar ze ook glijbaan hebben. Zo. Dus jullie moeten zien van de glijbaan altijd wel gewild. Ik ben echt jaloers. Volg hun zeker en hun avonturen op YouTube en ook op Instagram. Ik zal ze beide hieronder in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie ook de Griekenland vlogjes en zo zien. Super tof. Oh, weet je hoe je in het Grieks goede avond zegt? Nee. Jawel, je hebt bijna gezegd. Nee. Kalinichta. Hoe? Kalinichta. 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 En Kalimera is ochtend. Ja, niet Calimero, Calimera. Calimera. Kalinichta. En als je zegt ja, dan is het, zeggen ze in Griekenland nee. Nee. Ja. En hoe is dan ja? Dat weten we niet. Dat zeggen we niet. We zeggen alleen maar altijd nee. Gewoon als mensen vragen. Wilt je dat? Nee. Wie weet wat vragen die, en dan zeggen jullie altijd nee. Wie weet. Wilt je graag miljoen? Nee. Oké. Wij gaan afscheid nemen en wij gaan morgen verder met de vlog. Dus wij zien jullie. Morgen. Goedemorgen. Breakfast is served. We hebben protein pancakes met peanut butter, honing, banaan, aardbeikjes en ik heb speculoospasta. Ik weet niet, eigenlijk niet. Ja, nee, je vindt dat toch te suikerig, ja, nee? Dat is waar. Ah, voilà. Smakelijk. Smakelijk. Het is eigenlijk al, het is al 11:45 bijna. Oeps. Ontbijt is op, dus we zijn off to the gym. Mijn outfit, trui is Shein. En mijn sportoutfit is van Gymshark. Dus, so you know, Sam heeft ook Gymshark aan. En Adidas. Let's go. Ikea. Heb je iets gekocht, Sam? Sam wou het eigenlijk niet. Maar ik heb toch mijn zinnetje kunnen doorzetten. Ze heeft een overtuigingskracht. Ja, yes. Waar staat de auto? Waar is de auto? Zie je niet eigenlijk. Nog verder zeker? Ja. Ah ja, hier. Wij zijn terug van de IKEA. Ik had mijn camera vergeten, maar ik heb denk ik wel een stukje op mijn gsm gefilmd. En ik ben ook nog naar de Gamma geweest. Ik heb magneetverf gehaald. Want ik wil de magneetjes op het toilet hangen. En we hebben een nieuw zeteltje gekocht. Voor in het hoekje. Dus die gaat weg. Deze. En er komt een nieuwe hier. Dus die ga ik nu in elkaar zetten. Hé, mufke. Is dat leuk? We hebben ook een nieuw matje trouwens, als dit. Is het leuk, muffin? Op het matje? Ja. En jij? Mocht je er niet op? Oei. Kijk, ik ga het zetelje in elkaar zetten. En waarom doet Sam dat niet? Omdat Sam moet werken nog. Die heeft nog wel wat werk, dus ik ga het doen.
And she failed. IKEA zetelken in elkaar zetten. Kan wrong, hè. Fail. Oh, ik heb blijkbaar die poten fout gedaan. Je ziet, dat zetelken zit helemaal schuin en naar voren en opzij. En gewoon helemaal fout. Oh. Lappen. Stom. Opnieuw. 2000 years later. Yay, het zeteltje. Kijk hoe mooi. Veel beter. En zoveel lichter. Ah, I'm happy. Zijn alle kussentjes wat je erop wilt hebben? Ja, ik denk het. Ik ben nog niet zeker. Maar, ja, maar die, kijk eens hoeveel plaats daar is voor kussens. Ja, ja. Dat is zo'n diepe. En deze niet, hè. Ik weet niet als ik dit er nog... Nee, dat gaat te veel zijn. Ja, en dan kun je er niet meer in gaan zitten. Nee, eentje. Ja, oké. Okay. Het is mooi licht, hoor. Ja, mooi, hè. Oh, ik ben kei blij. Dat is kei mooi. Woehoe! Jee, niet gedaan. En wat vind je van de zwarte pootjes? Ja, ik weet het niet zo. Nee. Mooi. Het is heel mooi met die... Dat steekt toch mooi af met die lamp en dat matje. Ja, ik vind dat wel mooi. Anders ging het te wit zijn. Yes. Ja. Woehoe. Goed gedaan, schat. Ik heb nu dit hier ook in het hoekje gehangen, onze foto's. Ik vind dat wel mooier passen zo. Cute. Dan ga ik nu up to the next part. Magneetmuur op het toilet. Dus nu hangen alle magneten hier. En we gaan die hier hangen. Oké, nummer 2 gaat van starten. Allee, nummer 2, ik bedoel project nummer 2. Ik heb de verf alles afgeplakt en afgemeten. Let's do this. Heads under the sun. Wait for night to fall. Some get what they want. Some they lose it all. There's a change in the wind that's blowing. And we've still got blood in our hearts. I'm a very happy girl. Onze magneetmuur is echt keigoed gelukt. Echt kei blij. Het heeft uiteindelijk wel 4 lagen nodig gehad. Het is ondertussen ook al 9 uur 's avonds. En trouwens, ik denk koortsblaren aan het krijgen hier. Ik weet niet of jullie het zien. Maar, tja ja. Shit happens, hè. Maar ik ga jullie onze magneetmuur laten zien. Ik ben echt super blij. Het is kei tof zo op het toilet. En kun je zo terwijl je op het toilet zit kijken naar de muur. Hier is dus ons toilet. Dan heb je hier de muur. En kijk hoe mooi recht hem is. Wauw. Ik ben heel fier op mezelf dat ik het zo recht heb gekregen. En hier hangen al onze magneten. En een paar foto's hangen ertussen van in New York. Hier van de katjes die onze cat sitter heeft gemaakt. En hier eentje van mij en mijn zus. Eentje van mij en Bente. En eentje van mij en Sam. Ik denk dat ik er nog eentje van Sam en zijn ouders of zo ga printen. Oh, en deze van mij, Celine en Laurelisa op Celine, haar vrijgezellen. Dus ik vind het wel super tof. Ik denk dat ik misschien nog 2 foto's of zo ga printen om ertussen te hangen. Ik ga hiervan op het toilet. Ik zit op de bril, maar ik zit niet echt op het toilet. Ga ik ook de vlog afsluiten. Sam is even niet hier, maar die staat wel terug thuis. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Gisteren met Jolien en Jano en vandaag onze muur. Ik ben wel kei blij. Als je dan zo op het wc zit. Kun je zo kijken. Zo denken van, oh mooi. Daar zijn ze ook geweest. Dus ik vind het wel super cool. Ik vind het echt wel tof. En als we meer magneten hebben, want die hangt nu al best goed vol. Allee, daar kunnen we er altijd zo wel tussen nog. Maar als we er meer krijgen, dan gaan we het denk ik helemaal tot op de grond doen en tot boven. Of we waren ook daar straks al aan het denken van heel de wc. Maar in magneetverf te doen, dus ook deze kant, de deur, het achterkant. Zodat we zo'n zwarte toilet hebben die vol hangt met magneten. En als we dan ook nog daar met krijt op kunnen schrijven, dat zou super cool zijn.
Maar we gaan zien. Nu vond ik het wel heel tof zo. Ik vond het echt leuk. Als jullie het ook leuk vonden, dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.